dek een bevroren juweeltje uit de jaren 50. Een voormalige slagerij met een charmante straatkamer en een mysterieuze auto uit de jaren 30 in het bijgebouw. Dit Vlaamse huis, een overblijfsel uit de 19e eeuw, onthult een onbekende geschiedenis. De familie die hier woonde blijft gehuld in mysterie, wat dit ontdekkingsavontuur extra boeiend maakt. Yo beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video in Frankrijk. En we zijn in een dorpje, een 50 kilometer onder Duinkerken. Yes. En we gaan naar een verlaten huis. Ja, en we zien jullie daar. Nou jongen. Ja, nu zie je echt goed de motor liggen. Ja. Die staat hier al even. Ja. Zie je oud zwengel om er aan te zwengelen? Oh ja, dat is cool. Een benzinetank. En dan kon je de zwengel hier aan doen ofzo, of hier aan? Ja, voorin. Ja. Was dat gewoon de tank om hem bij te vullen, dat tankje daar stond? Ja. Heel cool hoor. Ik zie geen merken. Nee. Geweldig. Prachtig. Oh, hij deed het, wel. Nee. Een fles wijn met een roos erop. Is inderdaad vlak aan de straat, zo je ziet, Paul. Mensen kunnen ze daar zien. Dat is even een tip. Ja, wacht even. Lekker kelder. Ja, is interessant. Ja. Hier werd dan de duinkop geslagen. Mijn kelder, ja.
Hier stonden alle 100 jaar of flessen oude wijn. We waren hier. En veel meer potten. We gaan nu op naar de boot. Boven. We gaan nu naar de begane grond. Ja. Alles staat er nog in. Is die mooi pand? Oh ja. Oh ja, dit is wel super hoor. Zit hier ook gewoon aan de straatkant, hè? Ja. Ja. Het werd vroeger gewoon met cement dichtgesmeerd en dan, dat was het. De natuur komt gewoon naar binnen. Ja. Allemaal afbrokkelen van het dak. Ja, van het cement. Ja, dat is de straat. Straks vinden we goud. Bijzonder, ja. Verkachel. Oh ja. Het zijn inderdaad steenkolen, ja. Ik ben wel benieuwd wat hier dan nog is. Hier is heel veel meubilair, is hier vanuit het huis hierheen verhuisd. Paul, we lopen net dit hokje binnen en wat vinden we hier? Een oude, een van de eerste wasmachines. Oh cool, dus hier... Wel mechanisch nog, ja. Wel met de hand. Ja, dus... Met de hand aan... Hier was je kleding en draai je dit ding en dan ging hij dicht, zeg maar. Nou nee, dit draaide dan.
deze zwengel. Hier. Ja. Film maar. Oh ja, en dat draait in rond en dat zorgt dat het schoon werd. Ja, dat kan wel. Messen slijpen. Om scharen en hersen te slijpen. En een groot vat voor de wijn natuurlijk, denk ik. Ja, of voor andere vloeistoffen. Even een kort filmpje van de voorkant met de telefoon. Denken zelfs dat hier mensen zitten. Mensen moeten hier nu weg. Zet een hond.